Ja, en nog even over die omzicht, vrienden. Ja, ik weet het niet, met die omzicht. Ik bedoel, het verhaal blijft maar rondgaan. Het blijft maar spelen. En ik heb gewoon het gevoel dat die omzicht met ons allemaal een beetje een spelletje speelt. Ja, dat hij... Hij vindt het gewoon lekker. Ja, dat hij constant maar over hem gepraat wordt. Gaat hij het doen? Gaat hij het niet doen? Gaat hij CDA wel of niet? Hoe gaat hij het aanpakken? Hij wentelt zich heerlijk zo in al die aandacht, volgens mij. Want ja, hij blijft maar... Maar nog erger in dit hele verhaal is gewoon de luiheid, beste vrienden, van de parlementaire journalistiek. Van die gasten die de hele dag daar een beetje Den Haag moeten volgen. Hé, waar blijven ze? Die van de Wulp. Ja, die Noorlander. Die Nienke de Soeter. De Frits Wester. Die Floor. Bremer. Waar blijven ze? Lambie, hoe die ook zo ziet staan, ja, die Merel, die Thomas van Groningen, die, ja, waar blijven ze? Nergens zijn ze, nergens. Waar blijven ze? Niet één iemand die in die ketting van omzicht, hè, die zwakke schakel kan vinden. Ja, hoe moeilijk kan het nou zijn? Hoe kan het nou zijn dat zij al wekenlang en weet ik veel hoe lang nog steeds niet weten of omzicht het gaat doen? Dat is voor mij onbegrijpelijk. Er zijn al te veel mensen die hier vanaf weten. Dat kan niet anders. Die omzicht die praat rond, die is bezig, weet ik veel. En er zijn al heel veel mensen die weten of dit gaat gebeuren. Dan moet dat toch niet zo moeilijk zijn. Elke sportjournalist, ik zeg dat wel vaker, elke sportjournalist had dit al lang boven water getrokken. Als je hier, ja, Mike Verwij van de Telegraaf, als je die erop zet, nou, die bijt zich erin als een pitbull. En die heeft binnen een halve dag, weet die of omzicht het wel of niet doet. Geloof mij nou maar.